Hoi, Martijn. Hoi! Wat gaan we doen vandaag? We gaan naar Hengelo! Oh. Ik wil weer Waardevoort! Goed, het is 8:30 morgens en wij gaan eens eventjes proberen om onderweg naar Polen te rijden. We hoeven ook maar 850 kilometer te rijden naar Polen, dus dat scheelt. Vandaag de aankomsttijd nu is 4:15. Ik tel er nog een uur of twee bij op en een beetje vielen en dan komen we er wel zo'n beetje. En wat gaan we doen in Polen? Aardappels rooien, en uien rooien, bieten rooien, allemaal rooien. Allemaal rooien? Ja. En verder? Barbecuen. Barbecuen, mooi. Varken schieten. Varken schieten? Ja? Zit er een schiettent daar? Ja, er zit daar een schiettent. We kijken wat er tegenkomen. Midden in de regen, midden in de nacht. Met een paspoort en een slaapzak van een vriend gekregen. Ergens langs de E7 of E8. Daar mocht een gratis in bij aankoop van sigaretten. Wij lagen van de linker duik. Alleen die poepvlek op de huid, we gaan een duivenstond en wel een hele vette. Daar heb het nooit op de veruit verscheten. Ik heb er 2 uur op staan boenen en staan zweten. Oh, maak smoot rijden, jongen. Die knuppel weer een ei op de grond gegooid. En Marijn, eerste reactie? Ik heb het gewoon. Hoe ga je? Waarom moet het nou alles zo wild? Ja, dat weet ik ook niet precies. Geen vanzelf, denk ik. Ja. Wat
Martijn, die laat mij even zien nu hoe je een keeper vol uit met uien. Dan mag ik dat straks zelf ook eens even gaan proberen. Nou ja, dit is leuk. Als je dat nog nooit hebt gedaan, dan is dat wel een keer een uitdaging. Nou ja, dat wil ik je proberen. Ja hoor. Luister. Dat denk ik ook wel. Het is inmiddels 6 uur, dus het zijn niet heel veel vrachtjes vandaag. Maar ja, dat komt vooral omdat het een heel eind rijden is. Het is zeker 20 kilometer vanaf het bedrijf. Dus het, bij ieder ritje is het al 40 kilometer. De wegen zijn echt niet echt te vergelijken met de wegen in Nederland. De wegen in Nederland kan je gewoon altijd lekker doorrijden. Hier niet. Hier is het smal, hobbelt. Het hobbelt heel erg. Dus vandaar dat, dat het zo lang duurt allemaal. Maar verder is het, hebben we het wel goed naar ons zin. Mooi weer. We zien nog eens wat van de omgeving hier. Dus. We staan hier op het perceel met uien. Zoals je kan zien is het hier een beetje heuvelachtig. Het is aan de zuidelijke kant van Strelin. Het is wat meer richting de grens met Tsjechië. Zoals je kunt zien groeien hier heel veel uien. Het is ongeveer 20 hectare. En dan zie ik jullie denken, dit is biologisch. Nee, het is niet biologisch. Hier groeit ook gewoon onkruid. Maar ja, dat groeit in Nederland ook. En ja, de roller is uitgerust met een egelband. Dus ja, de uien komen wel vrij schoon op de goede middag. Trouwens, het is al goede avond. Het is al bijna 7 uur. We hebben heel veel uien gereden. Dat is wel alles jammer. Net uitgeregend. Maar ja, weinig eitje houden toch. Dat kan van ook over meepraten. Dat is ook nog een kleinigheid, maar ook op jezelf maar vertellen. Dus we gaan lekker eten. We gaan allemaal even avond houden. En dan gaan we lekker slapen. Er is vandaag toch nog wel het een en ander gebeurd waar ik wat over moet vertellen. Ik heb vanmorgen een auto gehit. En mijn frontblok even tegen die auto aangezet. Ik rem iets langzamer dan hij. Dat heb je met 14 ton uien. In de keeper, dan remt zo'n gevaarte iets langzamer. En toen stond opeens mijn frontblok tegen zijn achterlicht. En een stukje tegen zijn kofferbak. Dus, nou ja, goed, oma Gent erbij geweest. Boete gekregen voor 250 slotty. En alles afgehandeld. Netjes klaar. Ik ben verder rijden. Dat allemaal gehad hebben, dan kom ik aan op het erf om mijn keeper te lossen. Zet ik mijn keeper voor de stortbak neer. Nou ja, inderdaad, voor de stortbak. Ik gooi de achterklep open. En de donderstraat zo 2 kuben uien voor de stortbak neer. Dus ik kon gaan scheppen. Gelukkig konden we met verrijken nog de eerste 1,5 kuub wegscheppen. En hoefde ik nog maar 1,5 kuub met de schep te doen. Maar dat is nog zat hoor. Als je met de hand 1,5 kuben uien moet opscheppen. Mooi werk aan. En s'avonds alles klaar, trekker uit, in de hoek, verlichting uit, alles klaar. Komt de chef naar me toe, joh, je mag nog 1 keer even een stukje gaan rijden. Ik rij van het erf weg. Goed en wel 1,5 kilometer op weg. En kom ik oma Gent tegen. Stond mijn verlichting niet aan. Dat zijn dus dure grapjes hier zo, dan kan je een boete krijgen van 100 slotty. Nou ja, die heb ik gelukkig niet gekregen, want ze staken hier. Dus die boete, die hield hij zelf, zeg maar. Maar goed, dat was een mooi moment. De verlichting gaat aan volgende keer. Na alle problemen van gisteren ging het vanmorgen echt hartstikke lekker. Een behoorlijk stuk van het veld uitgelaaien. Gaat een rode stuk. Een spijl van de graafmaat stuk. Wagentjes erbij om de handel weer te repareren. We zijn inmiddels dik 1,5 uur verder, maar... Hij doet het weer. Het duurt iets langer dan gepland. Maar de spijlen zijn vervangen. En die stofwolk achter mij die, is op het moment de uien weer aan het oplaaien.
zeg maar de losband. Die, daar komen de uien eruit. Dan doe je deze klep. Er zit hier een klep. Die doe je open. Dus dit de binnenkant. Die zijkanten die lopen schuin, zodat de uien op de band rollen. Dan gaan we in ieder geval wel een stuk meer uien erin in kiepen. We zijn al even een rondje aan het rijden. Het is zaterdagmiddag. Het had geregend vanochtend, dus we hebben vandaag niet zoveel te doen. Dus ja, we gaan maar even een beetje genieten, een beetje van de omgeving kijken. Ik moest net van de TomTom rechtsaf. Ik weet niet waar ik nou weer doorheen rijd, maar ik zit in ieder geval iedere keer met de bumper aan de grond. En het is een of ander pad waar volgens mij vrijwel nooit iemand komt. Maar we hadden ook gezegd dat we over onverharde wegen wilden rijden, dus ja, dan gaan we er ook maar heen rijden. Ik geloof, dit gaat wel heel diep nu, geloof ik. Boot, over anderhalve kilometer is het goed is voorbij. En dan is, ja, dan is deze week ook alweer voorbij. En dan gaan we mooi even eten. En dan zien we jullie volgende week weer. Oh ja, en nog bedankt voor het kijken.